Welkom bij Gemeentenieuws, het voorlichtingsprogramma van de gemeente Someren. In deze aflevering besteden we aandacht aan woningbouwplan De Grote Hoeve in Someren. De gemeente Someren houdt op dinsdag 18 september een informatiebijeenkomst over deze meest duurzame wijk van Someren. Wat er ook heel schoolmeester staan hier bij plan Grote Hoeve. Is dat nou een groot plan of een middelgroot? Voor Somerse begrip is het een groot plan. 170 woningen gaan we hier realiseren. Wat voor woningen? Ja, het is heel divers. Er is ruimte voor CPO-projecten. We gaan twee kappers bouwen, vrijstaande woningen. Een appartementencomplexje eventueel voor Wocom. Die huizen die zijn ook gewild. Merk je dat nu al? Ja, er is wekelijks eigenlijk een telefoontje naar de gemeente van hoe staat het ervoor en wanneer dat we starten met de uitgifte. Die vragen leven wel onder de mensen. Ja, wanneer begint dat? Nou, we hebben op 18 september een presentatie in de ruchten. En vrij snel daarop volgend, of misschien al diezelfde week, gaan we percelen uitgeven. Ja. Mensen die zich nu gemeld hebben, die zijn ook automatisch aan bod voor zo'n week? Nou, die mensen kunnen zich dan vanaf 18 september inschrijven en op basis van loting gaan we dan percelen uitgeven. Er wordt geheid geloot, want er is heel veel interesse. Ja, zoals het er nu uitziet is er best wel interesse. Hè. Waterdal loopt vol, dus de eerstvolgende mogelijkheid is dan de Grote Hoeve in ieder geval in Someren. Dit is een heel bijzonder project, want er gebeuren dingen die op andere wijken niet gebeuren. Ja, vanaf 1 juli is het voortaan verplicht om gasloos te bouwen. Dus dit wordt de eerste gasloze wijk van Someren. En daarnaast gaan we ook het circulair bouwen en het duurzaamheidsprincipe invoeren. Circulair bouwen zegt mij niks. Circulair bouwen betekent dat je alleen bouwmaterialen mag gebruiken die ook opnieuw te gebruiken zijn. Dus op het moment dat deze huizen in de toekomst ooit gesloopt gaan worden, zullen we de materialen die in deze woningen gebruikt zijn, weer moeten kunnen hergebruiken. Ja. En andersom, mag je alleen maar gebruikte spullen gebruiken? Hier. Je mag gebruikte spullen gebruiken, maar nieuwe spullen mag. Oude stenen? Ja, dat mag natuurlijk ook. Dat is ook een manier van circulair bouwen. Dus wat dat betreft is dat geen enkel probleem. Maar nieuwe bouwmaterialen mogen gewoon gebruikt worden. Alleen ze moeten te hergebruiken zijn. En daarvoor moet de leverancier ook een garantie afgeven van dit zijn circulaire bouwstenen. En diverse andere materialen. Nou, dan hebben we nog het duurzaamheidsverhaal. En daar willen we zich met name gaan richten op het opvangen van regenwater op eigen terrein. Dus alles wat aan de achterzijde van de woning aan regenwater valt, moet op eigen terrein worden opgevangen in grindkoffers, regentonnen. Er zijn diverse mogelijkheden voor. Wat is hier gedaan met trottoirs en met stoepen? Nee. Wat dat betreft komt er gewoon in. Maar we zullen wel gaan kijken op wat voor manieren dat we ook op onze bestaande verharding kunnen infiltreren. En op kunnen vangen in wadi's. Hè. Met name aan de rand van de wijk komen wadi's te liggen. Guido, zover als ik kijk zie ik bomen en struiken. Die gaan allemaal wijken voor de Grote Hoeve? Nee, vooral de grote bomen blijven behouden in de nieuwe structuur. Dus je hebt dadelijk al meteen een nieuwe wijk met volwassen groen daarin. Dus wat dat betreft is het wel een heel mooi opgebouwde wijk. Dan denk ik dat die bomen wordt dan bij de achtertuin van die mensen, of niet? Voor een gedeelte wel, maar ook voor een gedeelte komen die dadelijk in een ruimte te staan waar in het midden wadi's liggen en waar aan weerszijden de grote bomen staan. Dus eigenlijk wel degelijk langs de wegen van Grote Hoeve. Ja. Wordt het een doolhof of kunnen we ook ergens in en uit op een makkelijke manier? Ja, we kunnen op een makkelijke manier hier halverwege ongeveer de rondweg naar de rotonde. Daar kunt u halverwege nog een insteek maken op de rondweg. En bij de brandweerkazerne komt nog een insteek op de rondweg. Ja. Even naar de huizen zelf. Vooral de starters hebben behoefte aan een woning hier in Someren. Is dat de groep waar jullie zich op richten? Dat is ook een van de groepen waar we ons op richten. Dus zij krijgen ook mogelijkheden. Daarnaast het CPO-project zijn ook vaak starters die zich voor het eerst op de markt begeven. En daarnaast gewoon de normale tweekapper en de vrijstaande woningen die hier gerealiseerd worden. Plus nog appartementen. Dus het is heel divers wat er in aanbod komt. Koop en huur? Koop en huur zit een goede verdeling in. En bovenop de 170 woningen die we hier gaan realiseren als gemeente zelf, gaan we ook nog de mogelijkheid bieden aan de mensen van de Kommerstraat om in hun achtertuin iets te realiseren. Dus die zullen door middel van een bijdrage in het plan in hun tuin ook nog woningen kunnen realiseren. Moeten we een tuin opgeven, of niet?
Ja, dat is hun keuze dan. Het moet, niks moet. Dus zij kunnen zeg maar in die achtertuin, die hebben hele grote achtertuinen, kunnen zij een woning realiseren. Maar dan vragen we als gemeente wel een bijdrage in het plan. Er is ook belangstelling voor in de Kommerstraat? Ja, ik ga ervan uit. Er hebben mensen zich wel al gemeld om te informeren wat de mogelijkheden zijn in de toekomst. En of dat er nou meteen gaat gebeuren, nou, dat is niet helemaal duidelijk. Maar ja, die mogelijkheden zijn er. En mensen die daar gebruik van willen maken, zullen zich ongetwijfeld ook nog gaan melden. Je merkt wel, het leeft wel in het dorp, hè, de plan. Dus zijn wel benieuwd wat er gaat worden. Ja, mensen zijn heel benieuwd. We krijgen ook wekelijks telefoontjes daarover. Van hoe ver staat het, wanneer gaan we verder. En ja, 18 september zullen we in ieder geval het grote plan gaan presenteren aan de bevolking. En kort daarna zullen we ook gaan uitgeven. Dus...